Hoofdluizen zijn parasieten die leven van mensenbloed. Je vindt ze daarom op de hoofden van mensen. Je herkent het aan kriebel op de hoofdhuid en dan met name op de warme plekjes achter de oren, in de nek en onder een pony. Een volwassen luis is ongeveer 3 mm lang en is grijsblauw tot roodbruin, zo groot als een speldenknop. Soms zie je ook doorzichtige grijswitte puntjes die aan de haren kleven. Dat zijn de eitjes van luizen, neten. Die neten worden na een paar dagen hoofdluizen en verspreiden zich razendsnel. Hoofdluis is niets om je voor te schamen en ze brengen geen ziektes over en hebben niets te maken met slechte hygiëne. Het enige vervelende is de jeuk. Geen reden voor paniek dus. Met de juiste aanpak ben je er zo weer van verlost. Bestrijden doe je met een anti-hoofdluismiddel, waardoor de luizen doodgaan. Vervolgens elke dag kammen met een luizenkam door nat haar om er zeker van te zijn dat alle neten en luizen uit het haar zijn. Hou dat kammen 2 weken vol. Als je weer hoofdluizen ziet, herhaal je de behandeling gewoon nog een keer. Blijf na 14 dagen het hele gezin 1 keer per week controleren met een luizenkam, zeker zolang er hoofdluis heerst. Vergeet na het constateren van hoofdluis niet school, vriendjes, vriendinnetjes en bijvoorbeeld de sportclub te waarschuwen. Dan is iedereen er een stuk sneller van verlost. Als er hoofdluis heerst, is het moeilijk te voorkomen. Ze verplaatsen zich gemakkelijk van hoofdhuid naar hoofdhuid als kinderen met elkaar spelen bijvoorbeeld. Hoofdluis verplaatst zich niet via knuffels, kleding of beddengoed. Dus controleer regelmatig met een luizenkam, zeker zolang er hoofdluis heerst.